Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben samen met Celine vandaag. Nice family, alleen toch één persoon, want nice family. Dat is waar. En we gaan vandaag een video voor jullie opnemen. Ik heb bedacht dat we de video van Jenna Marbles gaan nadoen, waar dat die zo ziek inbellen naar het werk. Dus een werk waar ze niet werken eigenlijk, want ja, wij werken nergens. En dat ze dan zo... Allee, ik bedoel, we werken wel, maar niet ergens, maar niet voor een bedrijf. Maar dat je dan belt en zegt, ja, ik kan morgen niet komen, niet komen werken, want ik ben ziek. Maar onder een andere naam natuurlijk. Ik heb zenuwen. Ja, ik heb ook wel heel veel zenuwen. Ah, ik moet pipi doen. Ik denk dat ik eerst mijn pipi doen. Ja, eerst mijn pipi doen. Ik moet echt pipi doen. A few moments later. Oké, de eerste die we gaan bellen. Wie? Ik weet niet. Gewoon, moeten we niet gewoon een bedrijf of zo zoeken ergens? Een Nike of zo. Is dat niet zo heel groot? Is dat niet te groot? Als je dan zegt, dus hier met Kimberly van Hees, dan kan dat nog echt zijn. Ja, dat is toch goed dan, hè? Ja, maar dat is niet naar morgen. Ja, dat is toch een aangename verrassing dan? Van, je bent hier toch. Je komt toch weer in Kimberly. Dat doe je niet mee. Nee, dat is toch iets groot? Anders praat je toch direct vast. Als je nu zegt, hallo, dus hier met Laura. Hoe, hier werk je in Laura? Ja, wat dan? Stop dan. En dan zeg je, hoe, jawel. Ik werk daar wel. Oh. En dan zegt hij, nee, er werkt geen Laura. En dan zeg ik, jawel, ik ben nieuw. Ja. Of zo? Nee? Oh. Ik weet niet, kom, we moeten gewoon iets proberen. Ja, wie gaat je proberen? Een supermarkt of zo. Ja. Ik heb zin, maar ik weet niet als ik dat ga durven. Hier, een paal. Een Carrefour-market. Nee, een Lumme. Moet ik beginnen? Ja, want ik durf niet. Okay. Zet op luidspreker. Ja, ja. Wie gaat je zeggen? Laura. Sorry. Ja, ik kan Kimberly zeggen. Hallo, het is hier met Laura. Ik moet normaal morgen komen werken, maar ik ben ziek geworden. Oei. Ja. En hoe... Wacht een momentje, wacht. Dan moet ik even een klant zelf wachten. Ja, doe maar. En waar stond jij op? Bij de groente. De groente? En hier een Lomme? Ja. Oei, dat is gek. Ik heb dat nog nooit gedaan, denk ik, hè? Jawel, één keer. Maar ik ga je de nummer van Ingrid geven. Dan bel je haar maar even, hè, een momentje. Ja, oké, dank u. Ik heb opgelet. Ik heb opgelet. Ik heb het wel nog chance dat hij iemand gaat te roepen. Hoe dat denk je vanaf? Oh, ik durf dat niet, denk ik. Ja, maar wat moet je zeggen bij de groente en de Carrefour? Ik weet niet, aan de kassa of oei, wat? Dat is raar. Allee, jong. Oh nee, dat is erg. Belt jij naar de call? Nee, ik durf niet. Waarom niet, jawel? Dat is eng, hè? Ik ga hem een like schieten. Je kent me toch. En we moeten tussenin even lachen. Oh nee. Als die mensen dat zien, sorry. Ja, blijkbaar. Sorry. Ik heb dat vroeger ook wel eens gedaan. Ja. Oh, ik ga dat niet durven, hè? Nee. Ik ga hem een like dan schieten. Direct af. Oh, ik ga echt zo falen. Als ik al weer een bering stel, ik vraag iemand wat niet hier. Ja, niet echt een naam. Ja, dat is weer dat hallo, met Laura. Ik bel je eventjes omdat ik morgen moest komen werken, maar ik ben ziek geworden. Ah ja, iemand die zichzelf nerveus heeft. Laura. Hallo, meneer. Hallo, het is hier met Laura. Ik moest morgen komen werken, maar ik ben ziek geworden. Maar ik ga eens even kijken, want ik denk niet. Ik heb je nog niet gezien, of had zien in de planning. Hoe laat je? Kassa. Nee. Je bent ziek geworden, wat heb je? Ik heb buikgriep gekregen. Oei. Het is een nacht, hè. Van hoe laat tot hoe laat moet je werken?
van het... Niels. Sorry, Niels. Sorry, Niels. Nu is Niels echt zo aan het denken. Oei, Sharon. Laura. Oh, Sharon. Maar die kunnen trouwens niet terugbellen, want ik heb mijn nummer op anoniem gezet. Maar als jullie dat toch zien, sorry hè. Oh, Sharon. Maar dat is toch echt, dat is toch grappig? Ja, een beetje wel. Want nu gaan die zo echt aan het lachen zijn, dat gaat zo'n goed verhaal zijn. Nu gaan die zo thuis komen en zeggen, ja, er bellen mij dus een Laura. En die zei, ik vroeg, ja, oei, zijt je ziek, wat heb je? En die zei, ja, kassa. En in de callout heb je nooit een vaste. Nee. Oh shit, hè. En ik dacht, ik ga je al geen groente zeggen. Want jij hebt gezegd. Omdat groente. Hij daar zo raar op reageerde. Groente. Dus ik dacht zo, ja. Maar ik kan zo zeggen. En groente is waarschijnlijk frio of zo, nee? En ik zeg dan groente. Oh god, ik ben er echt ja, van. Ja, ik ook. Dat is spannend. Ah, dat is dat spannend. Oké, we gaan nog elk één doen. Nee, ik doe niet meer bij. Allee, jawel. Nog elk één. Doet jij nog maar één. Maar wauw. Stel als mensen boos worden, dat is ook zo erg. Nou, maar die gaan toch niet boos worden, dan zeg ik wel sorry of zo. Sorry? Sorry meneer? Het was maar een video. Was een video, het was een grapje. Maar is hier nog de action of zo? Dat is wel erg. Maar vind je dat erg als morgen iemand nu belt en zegt... Nee, dat is wel erg. Ik kon, ik ben ziek, dat is niet erg. Nee, dat is waar. Dat maar is niet dat erg. Is even wel mindfuck voor die mensen, want die denken... Ja. Ik ga niet nog eens Laura nemen, hè. Ik had al Laura. Ja, en ik ook. Hoe, Kimberly toch, nee? Nee, ik had ook Laura gezegd. Echt? Ik weet niet meer. Huh. Ik ga Sanne nemen. Okay. Ik ga die aan de sender opbellen. Okay. Of nee, daar komen we ook vaak. Die Genk. Genk, ja. Welkom bij Action Klantenservice. Oei. Dat is niet de winkel. Nee, dat moeten we niet hebben. Dat is allemaal klantenservice, denk ik dan. Ja, ook wel zo raar over. Ah, nee. Welkom bij Action. De Spar. Ja. Of Spar te senden dan. Oké, we bellen naar de Spar. Hallo, het is hier met Sanne. Ik bel even om te verwittigen dat ik morgen niet kom werken, want ik heb buikgriep gekregen deze nacht. Oei. Ja, ik ga het heel eventjes opschrijven, want op het moment is de baas niet hier aan de verantwoordelijke opening. Ja, oké. Zijn jij de telefoon nodig? Wat bleef? Ja, Sanne zegt je dat het is, hè? Ja. Oké. Ik zal het voorgeven. Oké, dankjewel. Dag. Dat was easy. Die zei eerst toch wel een telefoon hebben. Maar dat had geen random op zo moeten geven. Oh ja, dan had ik die cijfers niet kunnen tellen, ze. Had ik zo'n telefoonnummer zo lang of te kort. Oh nee. Ah, die was wel easy. Ja. Wel nog een Spar. Zelfs komen we bij dezelfde uit. Maar volgens mij geloofde die dat al niet of zo, nee? Nee, jawel. Maar ja. Dus dan werkt er wel een Sanne of zo. Ja, of die denken, ja, hier werken shopstudenten en ik ken die niet allemaal binnen. Ah ja, dat kan ook zo wel. Zo denk ik. Ja, dat kan ook wel. Oké. Okay. Nee, niet hier hè. Nee. Ik weet nog geen naam. Ik ga het zeggen, hallo, het is hier met Muffin. Ja, ik heb nieziekte. Ja, ik heb een nieziekte. Ik kan niet komen morgen. Nee, zeg. Er zijn zoveel namen. Ja. Eva. Eva, oké. Okay. Eva Peters. God, ik wil niet. Is die leuk, hè?
spanning erin. Oké. Hallo, met Eva. Ik bel eventjes om te zeggen dat ik ziek ben geworden deze nacht en morgen niet kan komen werken. Met wie? Eva? Ja, Eva. En u bent ziek? Ja. En uw familienaam? Peters. Eva Peters? Ja, met twee E's. Met twee E's? Ja. En u heeft oké, zolder toch, hè? Ja, ja, klopt. Oké, ik zal het dan doorgeven. Ja, oké, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, dag. Easy! What the fuck? Allee, hoor. Wacht, ik hoorde je toch een Eva Peters. Ja. Oké, zolder. Ja. En toch nemen die dat dan aan. Ja, dat is wel raar. Maar ik denk ook gewoon dat er een supermarkt veel van jobstudentjes of zo werken. Ja. En dat die zo denken, ah ja, hier zal wel een Eva Peters zijn, zeker. Allee, hoor. Oh joh, mijn handen zijn echt zo koud en trillerig. Ja, man. Dat is eng om te doen. Ja, hè? Dat is zo van vroeger. Ja. Oh, Leon. Hé, hey, maar we hebben dat toch goed gedaan, hè? Ja. We moeten morgen niet gaan werken. Voilà. We hebben vrij morgen. Dus Eva Peters, Sanne, Kimberly en Laura, we jullie moeten back, niet hè? Gaan werken morgen. Oh, nu hoop ik niet dat er echt zo'n mensen werken. En sorry, hè, als we iemand hebben gebeld die kijkt. Sorry. Maar het is toch grappig. Ja, het is een beetje grappig. En ik hoop dat jullie er toch een beetje mee hebben kunnen lachen. Ja, ik hoop het ook. Dus ik ga hier ook de vlog of de video afsluiten. Mm-hmm. Doe zeker thumbs up. Thumbs up. Ga Nice Family volgen als jullie ze nog niet volgen. Abonneer. Ik zal hier of ergens op mijn top zetten. Ja, de link zetten. Dan moet je daarop klikken. Ah nee, dat gaat niet zeker. Nee. Maar onder in de beschrijving zet ik het ook. Dus dan kunnen jullie daar klikken. Ja. En ja, wij zien jullie volgende keer. Bye.